Op 23 december vertrekken we vanuit Fort Lauderdale voor een cruise door de Caribbean met de MS Nieuw Amsterdam. De reis bestaat uit twee rondjes. De eerste beslaat de westelijke Caribbean, het tweede rondje de oostelijke Caribbean. S'avonds wordt de kerstboom aangestoken. De Holland-Amerika-lijn heeft op de Bahama's een privé-eiland, Half Moon Cay. De tenderboten varen af en aan. Het eiland bezit een prachtig wit zijdeachtig zandstrand. To extend my sincere best wishes for you and your loved ones this holiday season. It is my pleasure to share this time with you here on board the New Amsterdam. Op Jamaica gaan we met een bamboevlot varen op de Martha Bray rivier, dwars door een prachtig natuurgebied. De Cayman-eilanden zijn alleen met de tender te bereiken. Tom gaat alleen. Marja ligt ziek in bed. Na een korte wandeling houdt hij het voor gezien. De volgende haven is op Cozumel, het grootste eiland van Mexico. Met de fietstaxi laten we ons naar de boulevard van San Miguel brengen. Na een korte wandeling en een drankje keren we weer terug. S'avonds is er aan boord een Mexicaans feestje. Terug in Fort Lauderdale gaan we met een excursie naar de Everglades.
Het is echter heel koud. En er is dan weinig kans om alligators te zien. We hebben toch geluk. Het tweede deel, de Oost-Caribbean, van de cruise is nu begonnen. Op 31 december, oudejaarsdag, zijn we op zee. Het diner is feestelijk en 's avonds is het partytime. De eerste haven die we aandoen is op Grand Turk, het grootste eiland van de Turks en Caicos-eilanden. Het is koud en de stranden zijn leeg. Naast ons ligt een nog groter cruiseschip. Er zijn maar weinig gasten die aan wal gaan. Uiteindelijk breekt de zon door, gaan er toch wat mensen Grand Turk bezoeken. We gaan aanleggen in San Juan, de hoofdstad en haven van Puerto Rico. De Taino-Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners, maar de Spanjaarden hebben na de ontdekking door Columbus de meeste forten gebouwd. Samen wandelen we naar de historische binnenstad. Ineens staan we voor een klooster of ziekenhuis, waar op de binnenplaats een wonderschone kerststal staat. In de hoofdstraat bevindt zich de kathedraal van Johannes de Doper. Dit is het graf van de eerste Spaanse gouverneur. De volgende ochtend zijn we al vroeg in Sint Thomas. De haven heet Charlotte Amélie.
We hebben een excursie geboekt om te gaan zeilen en snorkelen. Orkaan Irma heeft in dit deel van de Caraïbe veel schade aangericht. De tuin van het hotel is helemaal weggevaagd. We keren nog een keertje terug op Half Moon Cay. De hevige regen vannacht heeft het strand bijna weggespoeld. En met die koude wind is het onaangenaam. We gaan maar weer snel terug. De koffers moeten worden gepakt. Het zit erop. Onze cruise is ten einde.